En dat kun je een beetje vergelijken met een... je bent met een voetbalelftal en je moet verhuizen. Maar je krijgt maar de helft van het veld. Er staan wel twee doelen. Er is gras, maar eigenlijk is de ruimte net te klein. En dat is wat we hier eigenlijk hebben. Ze vinden het een prachtige hobby, handboogschieten. De Sherwood Schutters in Winterswijk mogen iedere zondag oefenen in het bos van Hotel De Lindeboom. Maar met het mooie weer in aantocht lijkt dat niet helemaal veilig meer voor de hotelgasten die buiten willen zitten. En dus gaat de groep op zoek naar een nieuwe locatie. Je loopt met een groep door een bos van doel naar doel. En zo loop je een bepaalde ronde. Wat dan zeg maar het 3D-parcours heet. En wat we dus hier in het bos hebben uitgezet. De groep bestaat uit zo'n 20 schutters die een passie hebben voor deze sport. Het komt echt op jezelf aan en pure concentratie. En het is gewoon een lekker gevoel als je goed kan schieten. Dat je kunt jagen en toch zeg maar dat je gewoon de hele natuur rondom je heen gewoon geen schade toe brengt. Maar wel het gevoel hebt van, ik kan echt jagen. Voorheen schoot de club op het terrein van een vakantiepark, maar daar moesten ze noodgedwongen weg. Het bos naast Hotel De Lindeboom is een tussenoplossing, maar eigenlijk te klein om goed te kunnen schieten. En dat kun je een beetje vergelijken met een... je bent met een voetbalelftal en je moet verhuizen, maar je krijgt maar de helft van het veld. Er staan wel twee doelen. Er is gras, maar eigenlijk is de ruimte net te klein. En dat is wat we hier eigenlijk hebben. De club is hard op zoek naar een nieuwe boogschietlocatie, maar die is niet makkelijk te vinden. Dan moet je echt een afgesloten bos hebben. Dat is ook het meest ideale, maar dat is die bijna nergens te vinden natuurlijk. Ondanks dat hoopt de club de komende tijd meer enthousiaste schutters aan te trekken. Het is niet alleen een mannensport volgens mij, hè? Nee, zeker niet. Nee, er zijn nu 3 dames en we hopen eigenlijk dat er nog meer bij komen.